Jamstalk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Jamstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok. Jamstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk. Wat op, ik ben hier naast mijn grote held en mijn andere held, Remy en Marinho van Warrior Talk. Hebben jullie wat te zeggen? Wat vinden jullie van de sfeer bij Elfen? Nou ja, kijk, we genieten ervan. We genieten van de ambiance. We genieten van wat er gebeurt. Leuk dat jullie er ook bij zijn, Jams Talk. Mooie partijen. We hebben net Noah zien vechten. Het is genieten hier. En ook een shout-out natuurlijk naar Donovan. Omdat hij deze stap maakt. Eerst hadden we een iets kleinere zaal. Nu zitten we meteen in de hoofdzaal. Het is genieten hier, man. Ja, idem. Ik kwam binnenlopen en zag je meteen al van, hey, ik had meteen een UFC gevoel, dus goed aangepakt, level up. Dus ja, niks te klagen. Wat vonden jullie van de partijen? Ja, kijk, we zijn wat laat binnengekomen. De twee laatste partijen hebben we gezien, we werden meteen getrakteerd op knockouts. Dus dat was heerlijk. Ja, en ik zie het graag, weet je, dat je als het zwarte vlees wint. Nee, inderdaad, vooral net ook die Diederik. Dat was ook goed. Je zag, hij begon meteen in een kickbox-stijl. Dus toen had hij hem naar de grond gepakt. Ik denk dat dat niet een goede set was, want... Trainingspartner van Fabian Edwards, hè? Oh, oké. Okay. Ja, maar die stond ook in zijn corner. Oh, daar. Nou, kijk, vandaar. Dus, maar toen hij het staand hield, ja, ging het veel beter. En zo kon hij het afmaken. Dus prima, prima. Hey, nu wil ik even jullie nog vragen over Warrior Code. Ja. Jullie waren op YouTube. Jullie zijn heel snel gegroeid. En nu zijn jullie naar de site gegaan. Is daar misschien een reden voor? Ja, omdat, kijk, onze site is meer dan alleen maar onze content. En dat willen we eigenlijk laten zien aan onze mensen. Dat we niet alleen maar de content zoals we op de bank hebben of de Warrior Talk. Maar er is veel meer. Er is een social media functie. Er gaat binnenkort een ranking komen. Er is zoveel meer te ontdekken op die site. Dus ga naar warriorcode.com en ontdek het. Marinho, wat ik nog van jou wil weten is... Yeah. Jij hebt altijd bij Remy Bonjasky in de academie heb je traininglessen gegeven. En nu doe je natuurlijk interviews en zo. Hoe, vind je het leuk? Wat zijn de verschillen? Vind je het leuker om les te geven of vind je het leuker om vragen te stellen? Nou kijk, ik vind beide leuk. Sowieso. En kijk... Het lijkt net of Remy en ik dat ding net zijn begonnen op de bank. Maar dit doen we al jaren. Dat ze merken. Die ging niet tussen jullie. Ja, dus we bereiden niks voor. We gaan zitten en we beginnen gewoon te praten. Dus dat is gewoon puur wat wij gewoon doen. En het lesgeven, ja. Kijk, net zoals Warrior Code is echt een platform. Je hebt nu wel op de bank. Maar het lesgeven, de jeugd. Binnenkort komen we met talenten. Dus er komt zoveel meer. Maar het is eigenlijk... Allemaal in de strijd van het kickboksen en het MMA en het vechtersgebeuren. Dus ja, het lesgeven vind ik leuk, op de bank vind ik het leuk. Het is eigenlijk niet iets wat we, ja, het is wat we gewoon doen. That's it. Hetzelfde voor jou, Remy. Je bent zelf eerst altijd aan het vechten geweest. En nu zit je op de achtergrond en ben je vechters aan het interviewen. Vond je het leuker om te vechten of de interview? Nou, weet je, het is. Het is een goede vraag, het is een leuke vraag ook. Daar ben ik voor. Ja, dat doe je heel goed. Daar kunnen we zeker van leren. Kijk, weet je, het is. Het vechten is leuk, het is geweldig. Op een gegeven moment is het vechten afgelopen. En dan kan je natuurlijk gaan genieten van allerlei andere dingen. Maar ik vind de sport zo leuk. Ik ben nog steeds verliefd op de sport. Dat ik het zelf niet meer doe. Wij zijn ook nog steeds verliefd op jou. Dankjewel. En weet je, het is dat ik niet meer zelf in de ring sta. Hoeft niet te betekenen dat ik afstand neem van de sport. Als sommige andere acteurs, weet je. Maar ik ben gewoon eentje die gewoon nog steeds in de sport staat. En dicht bij de sport wil blijven. Dat wil betekenen dat ik nog steeds jongens voorbereid. Dat betekent nog steeds de jeugd inspireer. Interviews doen met nieuwe vechters, nieuwe generatie. Dus als ik maar een klein beetje nog steeds van die sport in me kan voelen, graag. Als onze vechters moeten vechten, blijft hij ook zenuwachtig. Voor elke gevecht moet hij naar de wc. Dus dan moet hij echt schrijven voor elke gevecht. Dus... Topcoach! Hey, wat ik nog even snel, Jelle, want we zijn nu al een beetje aan het praten. Ik vind het hartstikke gezellig. Je bent natuurlijk mijn grote held. Ik heb echt sinds kleine jongen heb ik jou bij K1, daarvoor zelfs nog een beetje. Dus het was, voor mij is het echt een hele eer om nu naast jou te staan. Dank je. Vandaar dat ik met dit soort vragen kom. Het is freestyle, hè? Alles gaat uit het hoofd. Tuurlijk. Dat vind ik het leuk. Dus even nog snel aan de partijen gaan beginnen. Wat ik snel wil weten is...
Het vechten. Je gaat sowieso niet meer terugkomen. Nul, niet meer. Dat gaan we ook niet meer van je zien. Nooit meer. Laten we alsjeblieft, stop alsjeblieft niet met interviewen. Want ik vind het lekker dat jij kritisch bent op vechters. Dank zoals je. Op een Rico en op een noem maar op, Melvin Manhoef. Ik vind het geweldig, die kritiek van jou. Dat hoort erbij. Een beetje spicy hoort erbij. Want in Nederland, het gebeurt te weinig. Juist, ja. Allemaal te lief, allemaal te lief. Allemaal als iets er slecht uitziet, gaan we het nog steeds goed praten. Ja. Wat slecht is het gewoon slecht, klaar. Als het wit is het wit, als het zwart is het zwart. Er is geen grijs, het is gewoon, weet je, zoals het is. En dat vind ik soms jammer dat mensen daar niet mee om kunnen gaan. En als je niet mee om kunnen gaan, moet je niet je hoop over mijn veld uitsteken. Want dan ga je kritiek krijgen. En als je kritiek krijgt, moet je mee om kunnen gaan. Ik heb jarenlang kritiek gehad. What the fuck? Weet je, dat is hun... Dat is hun werk, dat is hun taak. En als zij hun taak doen, misschien moet ik het anders laten zien. Ja, inderdaad. Ik hoor inderdaad van veel vrienden van mij ook. Wij hebben een groep en er zitten allemaal vechtsporters in. Ook veel pers en noem maar op, allemaal fans en diehard fans. Not allowed for casuals, zeg ik altijd, weet je wel. Maar daar zeggen ze ook, Warrior Talk, mijn favoriete praatgroep en dat soort dingen. Laat ze alsjeblieft nog doorgaan en dat soort dingen. Dus ik hoop van jou, Marinho, en van jou, Remy, dat jullie dit nog lang en lang blijven doen, man. Zeker, zeker, zeker. En van jou kunnen we leren, want je doet het goed. Mooie vraag. Dankjewel, ja. SB Wolf, hè. Mensen kennen ze mij, Champs Talk. Dus volg ons. Zeker. Volg Warrior Talk. Champs Talk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champs Talk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok. Champs Talk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champs Talk.